Het loopt op rolletjes voor de achterrenners van het Continental Team in Olympia's Tour. Met Theo Bos in het oranje en alle renners bij de beste 10 komt de eindzege steeds dichterbij. En die zou zomaar eens naar TJ van Garderen kunnen gaan. I think the form should be coming along pretty good. Want TJ heeft moraal gekregen na de winst in de Franse etappekoers Tour du Haut-Anjou. En dat na een teleurstellend voorseizoen met een val in de wielerweek van Lombardije en daardoor opgave in de ronde van Turkije. That was because of my hip. I thought I was okay to race, but when I got out there and I started, you know, sprinting over the cobblestones, I could barely pedal my bike, so I knew it was just I was doing more harm than good by continuing on with the race. So I stopped there and just took some time to heal up and train. 2 weken later wint hij de Franse etappekoers. It was very important. I mean, it was an under 23 race, but it was the very first general classification I've ever won. And I see myself as a stage racer, so I thought it was important to get the experience of wearing a yellow jersey. And yeah, so I'd say it was very important. Ook TJ's ploegmaat Dennis van Winden is gebrand op de eindzege in Olympia's Tour, maar niet ten koste van elkaar. Ja, TJ en ik zijn echt hele goede maten. We spreken elkaar heel vaak. Hij woont bij mij in de buurt en we rijden altijd samen naar de koers. Tussen ons zal er geen concurrentie zijn. Jullie zullen elkaar eerder helpen? Nou, dat weet ik zeker. We zijn echt één ploeg en we hebben een sprinter, we hebben gewoon 3 goede klassementsrenners. Dus ik denk dat we ons beste beentje voor moeten zetten en de ploeg laten zien. En de zege, die zou ook Dennis van Winden niet slecht uitkomen, want hij beleeft nog niet het droomseizoen dat hij graag zou willen. Tot dusver loopt het nog niet zoals ik gehoopt had, dus ik hoop vanaf nu in gang te gaan schieten. En er komt nu een belangrijke maand aan met een belangrijke wedstrijd in Spanje en daarna het NK waar je toch al veel goed kan maken. Dus, voel je je goed? Ja, ik zou me goed moeten voelen, dus het moet goed komen.